De supplementaire of aanvullende begroting voor de 18 ministeries voor dit jaar is gisteravond met 29 algemene stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. De oppositie is tegen de begroting en heeft bij de stemming de zaal verlaten op palu na. Vicepresident Ashwin Adin gaf nog voor de stemming aan dat de aanpassingen zoals tijdens de beraadslagingen zijn aangedragen door de parlementariërs zullen worden doorgevoerd. Goedkeuring van de begrotingen houdt in dat de regering toestemming krijgt om het verschil van ruim 504 miljoen SRD toe te voegen aan de staatshuishouding. De begrotingen voor 2016 waren aanvankelijk goedgekeurd voor 6,3 miljard SRD. Deze kosten stegen in de loop van het jaar naar 6,9 miljard SRD. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën geeft aan hoe de regering er nu voor staat. De totale ontvangsten na aannamenota van wijziging komen op 6,7 miljard. De uitgaven op 7,2 miljard. Informatie is op uw scherm ter beschikking. Het begrotingstekort is geschat op 504,3 miljoen, dat ongeveer 2,1% van BBP bedraagt. Het financieringstekort is echter toegenomen van wat wij toen geschat hadden van 6,1%, 6,2% naar 7,7%. De voornaamste wijzigingen die wij hebben in de nota van wijziging op basis van stabilisatie- en herstelplan, diverse programma's begroot en die leiden tot de verruiming van de uitgaven. We gaan verder door met het besparen op de operationele kosten, een afname van ongeveer 48 miljoen. We zien de verruiming van de financieringsmiddelen die in feite het financieringstekort vergroten. Wat wij van de IFI, de internationale financiële instellingen, krijgen. Een verruiming van 1,6 miljard naar 2,1. Hierin zitten de koersaanpassingen. De koersaanpassingen die zijn meegenomen vergeleken met de eerder ingediende begroting. Verder natuurlijk, er zijn toenames van een aantal leningen geweest die ook hierin zijn geïncorporeerd. Bij de stemmotiveringen heeft de oppositie duidelijk gemaakt waarom zij zich van stemming heeft onthouden. Volgens de NPS, bij monden van fractielid Patricia Etnel, heeft de regering met het aanvragen van nog meer geld niet kunnen aantonen dat zij de verarming van het volk zal kunnen stoppen en meer inkomsten zal kunnen genereren. Onderwijs als een van de belangrijkste pijlers heeft met deze supplementaire begroting een stiefmoederlijke behandeling gekregen van deze regering. Na een nota van wijziging is vernieuwing onderwijsstelsel en verbetering van het onderwijs, welke was begroot met de goedgekeurde begroting in december voor 96 miljoen, na nota van wijziging gebleven op 17 miljoen. Naschoolse opvang en begeleiding gaat na nota van wijziging van 68 miljoen naar 78 miljoen. Wij van de NPS onthouden ons van het stemrecht, omdat het volk in grove armoede leeft en deze supplementaire begroting het alleen maar erger zal maken voor het volk van Suriname. Wanneer wij kijken, voorzitter, naar de supplementaire begroting, voorzitter, dan zien wij dat er onvoldoende middelen op de begroting worden besteed aan ontwikkeling van duurzame productie en werkgelegenheid, voorzitter. Terwijl juist grootschalige subsidies zonder verdienend karakter wordt voortgezet. Voorzitter, ik ben heel blij daadwerkelijk. We hebben hier gepleit over de agrarische sector en toerisme. En we hebben gezien dat er toch nog een verschuiving heeft plaatsgevonden. Eigenlijk een verruiming van beleidsmaatregelen, simulering, landbouwsector op de begroting van het ministerie van LVV, maar ook op de begroting van het ministerie van TCD, voorzitter, zien wij dat naast 2,5 miljoen voor promotie kosten toerisme, ook 3 miljoen is opgebracht voor toerismeplanning, voorzitter. En dat doet ons goed. Dat getuigt ook dat met de weinige middelen die de regering ter beschikking heeft, er toch nog getracht wordt om de economie te diversificeren, om andere bronnen te creëren waaruit wij wat middelen kunnen binnenhalen om deze periode te overbruggen. De inspanning van de minister van Financiën spreken boekdelen, mevrouw de voorzitter. De
veranderingen die hij teweeg wil brengen, de veranderingen in het functioneren van verschillende instituten, wat jaren niet gedaan is, voorzitter, probeert hij nu te doen. We kijken daadwerkelijk naar de verrichtingen van de regering. De regering heeft onze ondersteuning. Maar wat ik weer wil benadrukken, mevrouw de voorzitter, wanneer het gaat om inkomstenverhogende maatregelen, we ondersteunen uw regering, maar laat u daadwerkelijk de breedste schouders, de zwaarste lasten dragen. En gaat u de lasten niet evenredig verdelen over een ieder van het volk. U zag achtereenvolgens de parlementariërs Patricia Etnel van de NPS, Mahinder Joggi van de VHP en Amsat Abdul van de NDP. Abdul is tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs bij behandeling van de suppletoire begroting. De begrotingen zijn gisteravond goedgekeurd met 29 algemene stemmen.